Leuk jullie kijken. Vandaag weer een nieuwe video. En het is woensdag, dus dat betekent dat er weer een nieuwe update is uitgekomen. En deze keer zijn er allerlei nieuwe kleren. Heb ik een speciale code voor jullie. En gaan we allerlei missies doen die ik nog te doen heb op Star Stable. Dus als je er alvast heel veel zin in hebt, doe dan een blauw duimpje omhoog. En laten we snel beginnen. En als ik nu mijn camera omdraai, dan zie ik de trailer. Want de bedoeling is dat ik namelijk nu met de trailer naar Fort Pintech ga. Want ik heb mijn home stable, zoals jullie weten, nog steeds niet veranderd. Ik vergeet het gewoon elke keer te doen. En ik moet dus naar Fort Pintech, want daar zijn die nieuwe kleren. Het is een soort racers outfit. En met die racers outfit ben je natuurlijk super snel. En bovendien heeft Star Stable ook nog allerlei dingen aangepast aan de broeken. Want ik heb een keer een video gemaakt. Even mijn geluid wat zachter. Ik heb een keer een video gemaakt over tips hoe je snel moet worden. Die staat vast wel ergens in het i'tje. Dus als je wil weten hoe je snel moet worden, dan moet je eventjes die video kijken. En als je dan snel wil worden, dan had je een bepaalde broek nodig. En die had dan 5 punten. En je had 1 broek in het hele spel en die had precies 5 punten. Nu is Star Stable meer broeken uitgebracht. Of ze hebben die broek aangepast, dat ze nu allemaal ook 5 punten hebben. Dus de kans is groot dat je misschien nog wel een broek in je inventaris hebt die nu ineens... Bijvoorbeeld eerst 3 punten had of 4 punten. Die nou ineens 5 punten heeft. En dat is dus goed als je wil gaan racen. Want als je wil gaan racen, dan moet je kleren hebben. Of bijvoorbeeld een broek. En dan moet je een hoogste score hebben bij rijden. Dus in dit geval heeft deze broek bij rijden 5. En dat is het hoogste wat je kan hebben. En dan ben je ook snel. Nou ja, dat is Star Stable dus aangepast. En bij de... Hoe heet het? Ik wou zeggen de paardenmarkt, maar dat klopt niet. Bij de bus hier zo. Oh nee, Star Stable, niet vastlopen. Oké, daar zo. Ja, oké. We gaan verder. Rustig aan. Daar bij de... we moeten natuurlijk nu naar de bus. Want in het winkelcentrum zijn die kleren. Ik weet niet precies waar. Dus nou ja, ik denk daar komen we vanzelf wel achter. Oh ja, en ze hebben ook nog nieuwe maan- en staartstrikken. Ik heb nu toevallig een rode... staarttrick. Ik liep vast, hoorde je dat? Error. Een rode staarttrick heb ik nu in mijn staart. In de paardse staart, niet in mijn staart. Ik heb geen staart. En hier zit dan toevallig niks. En ik heb ook nog een speciale code voor jullie. Maar die licht ik zo meteen eventjes aan de... toe. Oh ja, ik moet ook nog naar dat wolkenrijk. Ik zie daar achter me naast de webcam. Zie ik hier zo dat wolkenrijk. En dat is dat wolkenland. En daar moet ik nog steeds heen. Want dat wilde ik in de vorige video ook al doen. Alleen daar kwam ik niet aan toe. Omdat de video anders te lang werd. En ik had niet zoveel tijd. Nu heb ik ook niet zoveel tijd. En ik wil in deze video ook echt super veel doen. Dus ik weet niet hoe ik dit allemaal ga doen. Ik ga ook waarschijnlijk weer super snel praten. Zoals nu. Maar oké. En ik moest nog wat vertellen. Oh ja, dat er ook dus weer nieuwe maan- en staarttrikken zijn uitgekomen. Volgens mij zei ik dat net al. Dus nu val ik alweer in de herhaling. Wat was er nog meer aangepast bij Star Stable? Ja, als je iets met de races ging doen, dan was er iets aangepast dat je niet meer een nieuwe pop-up kreeg of zo. En laat ik even deze hele ochtend toelichten, want deze hele ochtend is tot nu toe zo raar. Dit is echt de meest random ochtend die ik ooit in mijn hele leven heb gehad. Oké, jongens, goed luisteren. Als eerste heb ik het even over Star Stable. Nou ja, om 10 uur kwam de update online en precies om 10 uur zat ik al klaar om het op te nemen. Dus daar ik zo inlog ga installeren. En waarschijnlijk hebben meer mensen dit probleem nu op dit moment en weten ze niet hoe ze dit moeten oplossen. Nou, dan druk je op spelen. En ik kreeg gewoon een zwart beeld. Er gebeurde helemaal niks. Op een gegeven moment hoorde ik wel geluid. En ik kon ook op de pijltjes drukken. En ik hoorde mijn paard gewoon lopen. Alleen ik zag niks. Het was net alsof ik gewoon blind was. En gewoon blind aan het Star Stable spelen was. Dat was eigenlijk niet zo heel leuk. Toen dacht ik van, even Star Stable opnieuw downloaden. Had ik dat gedaan, een half uur verder. Nou ja, toen deed hij het nog steeds niet. Toen denk ik van, ik ga maar op mijn laptop opnemen. Dan doet hij het misschien daar wel. Dan moet ik maar op mijn laptop opnemen. Dat vind ik altijd iets lastiger, want daar valt hij wat sneller weg en zo. Nou ja, ik had hem op mijn laptop opgestart en daar kreeg ik ook zwart beeld. Ik hoorde wel geluid, ik kon ook bewegen. Alleen, ik zag gewoon helemaal niks. Net als hier. Dus ik dacht van, oh nee, nu kan ik geen Star Stable opnemen. En ik heb nog wel een videoreserve. Ik heb die paardenmarktvideo nog reserve. Maar die wil ik pas gebruiken als ik echt geen tijd heb om op te nemen. Nu had ik op zich wel tijd. En ja, ik moet straks van het huis. Maar volgende week heb ik school waarschijnlijk elke woensdag. Daar kom ik zo meteen nog op terug als ik dat niet vergeet. Even verder met de Star Stable probleem. Want meer mensen hebben dit waarschijnlijk. Toen gingen we even naar de kringloop. Toen zei mijn moeder van, kom anders gaan we eventjes naar de winkels. Naar de kringloopwinkel. En dan komen we zo eventjes terug. En dan kijk je dan wel eventjes hoe het werkt. Nou ja, dat kringloopwinkelverhaal was ook zo raar. Daar kom ik zo ook eventjes op terug. Maar even het Star Stable probleem. Toen ik even terug was, had ik ook op een Facebook gereageerd van, joh, mijn Star Stable werkt niet, wat moet ik doen? En toen zei iemand anders van, ja, ik had gewoon heel random op alle knopjes gedrukt en toen deed hij het ineens. Dus ik denk van, ja, nou, dat is waarschijnlijk gewoon puur toeval, dat gaat niet bij mij werken. Nou, ik denk, nou, het vast wel even proberen maar. Dus wat doe ik? Ik druk letterlijk elk knopje op mijn hele toetsenbord in. Ik ging echt zo elke letter, Q, W, E, R, T, I, U, I, P, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 0. Al die knopjes heb ik ingedrukt en op een gegeven moment... Oeh, ik kreeg beeld. Ik kwam bij die
1. En toen heb je zo'n gek golfteken. Toen drukte ik op X. En toen op een gegeven moment kwam het beeld. Maar ik denk gewoon dat bij iedereen verschillend is. Ik deed mijn spatiebalk. Ik ging mijn muis bewegen. Alle knopjes van mijn muis drukken. Alle knopjes op mijn toetsenbord indrukken. Behalve al die Ctrl-Alt-Shift en F1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al die F-knopjes en printscreen-knopjes. Want dan kan er misschien echt wel wat met je computer gebeuren. Gewoon al die standaard-knopjes. En toen ineens toen werkte het. En het werkte dus bij het andere meisje ook. En bij mij ook. Dus mocht je nou ook het probleem hebben dat het niet werkt, probeer gewoon op die random knopjes te rammen. Niet te rammen, ze moeten niet kapot. Maar probeer het gewoon. En misschien werkt het dan wel. Bij mij werkt het dan ook, bij die andere meid ook. Dus succes. Ik hoop dat het bij jullie wel gaat werken. Of ook gaat werken. Als je ook die problemen had, wat ik dus nu heb gehad, laat even weten in de comments. En kan ik het altijd nog eventjes in de comments zeggen als het nog steeds niet werkt of zo. Ja, ik ben ook geen Star Stable webcare team. Maar ik vind het sowieso, die Star Stable webcare vind ik niet zo heel goed of zo. Want ze leggen elke keer een beetje de fout bij de mensen zelf. Als er dan wat fout is met Star Stable, vragen ze de hele tijd van welke videokaart heb je. Kijk naar je instellingen. Kijk even naar dat. Ja, dan moet je altijd alles opzoeken van je computer. Ze kunnen ook gewoon net zeggen, oh, het is misschien een fout van ons update. Want iedereen had na deze update, bijna iedereen, dat je dus een zwart scherm kreeg. Oh, misschien moeten we even kijken of we wat fout hebben gedaan. Maar nee, voor mijn gevoel, leggen ze het probleem een beetje bij de mensen zelf. Dus nu heb ik het gewoon opgelost of zo. En dat andere meisje, ik had het eigenlijk dankzij dat andere meisje, zij heeft het soort van opgelost, dat het ineens weer werkt. Dus nou ja, kijk maar of het werkt. En ik ga weer verder met update. Ik vertel zo meteen het gekke kringloopwinkelverhaal. Dat was echt zo random. Blijf kijken. Oké, de kleren. Nou ja. Wedstrijdschoenen. Ik vind ze best wel leuk. Wat ik nou zo mis, hè. We hebben nu zo'n coole jockey outfit. Het zijn jockey outfits. Je hebt sinds blauw en in het groen. Ze lijken eigenlijk een beetje op Yo-Yo Siwa kleren. Zo'n petje. Dit lijkt zo erg op Uriah. Of zeg maar gewoon op de drafsport en de sulkies en zo. Degene die op Uriah reed en de sulkie, dat zullen jullie ook zien op de video van zaterdag, had ook zo'n groen outfit aan en zo'n groen petje en groene handschoenen. Nou, dat weet ik eigenlijk niet, weet ik veel. In ieder geval een groen truitje en een groen petje. En als nou dravers op Star Stable uitkomen, ik hoop zo dat de dravers op Star Stable uitkomen. Want net zoals met de IJslanders, dat je dan bij de dravers, als je dan op shift drukt, dat je paard dan echt zo'n kaart gaat draven. Net zoals de echte dravers natuurlijk ook doen. Uriah kan het ook nog steeds, heb ik een keer ook in het bos gedaan. In de bak lukt dat niet, want dat is de kleinere. Ja, hij kan het op zich wel in de bak, maar tegen de tijd dat hij zeg maar echt hard gaat, dan ben je alweer aan het eind van de bak. Dus het kan eigenlijk niet echt. Misschien moet ik het een keer in de polder doen of zo. Dus jongens, ik ga het zo meteen ook weer doen. Stuur allemaal een mailtje. Hoi, ik ben Sophie. Ik zeg, als je Sophie heet, laat het even in de comments weten. En ik wil super graag dravers op Star Stable. En dan zou ik het leuk vinden dat ze bijvoorbeeld een uitgestrekte draf kunnen doen. Want dan denkt Star Stable misschien van, als ze zo'n uitgestrekte draf erbij doen, dan is het paard natuurlijk extra aantrekkelijk om te kopen. Laten we hem aanschaffen in het spel. Dat ze een beetje zo gaan denken of zo. Lijkt me zo leuk als er dravers komen in het spel. Dus jongens, stuur allemaal een mailtje. Ik ga het zo meteen ook weer doen. En dan ben ik jullie heel dankbaar. En als er straks dravers in het spel komen, dan weet je dat het gewoon door jullie allemaal is gedaan. Dat zou echt zo leuk zijn. Maar ja, dat duurt vast nog wel een jaar of zo voordat het erin komt. Maar het is leuk. Ik ga even verder met update. Sorry. We hebben dus hier, groenpen. Ja, alles eigenlijk in het. Ik vind het wel leuk. Dat jasje, ik vind die pet en zo en die schoenen, ik vind het leuk. Dat ze nou zo van die joggingkleren hebben. Alleen voor mij hadden die stippen niet goed en het stripje. Stripje? Zei ik nou strippen en stripje? Die stippen hadden niet gehoeven. Of het strikje. Of doe een of-of. Dat je zeg maar niet allebei doet. Niet en die stippen en het strikje. Want nou staat het best wel druk. En ook een beetje kinderlijk of zo. En ik vind het ook een beetje gek dat je ineens een groen strikje hebt. Terwijl de rest van je outfit blauw is en andersom. Nou, oké, dat is wel. En een broek. Ja, die heeft dus rijden 5. Dat is heel goed. En die ziet er gewoon, een beetje een wijde broek. Maar dat is natuurlijk waarschijnlijk zo'n broek die ze dan allemaal hebben. En deze handschoenen zijn leuk. Want die kun je ook gewoon gebruiken voor normaal. Gewoon normale blauwe handschoenen. En oh, deze jas vind ik zo gaaf. Maar 129 starcoins. Dat vind ik wel echt heel veel. Anders had ik deze sowieso gekocht. Maar dat vind ik 129 starcoins wel echt heel veel. Die cap vind ik ook wel leuk. Deze spullen zien er op een of andere manier best modern uit. Echt mooi. Roze stadstrein. Hebben ze nou bijvoorbeeld deze broek ook naar rijden 5? Ja. Oh, Star Stable. Wat goed. En ik zoek even bij de broeken. Laten we daar even kijken. Of daar een rokje. Of dat ook rijden 5. Ja, een rokje is nou ook rijden 5. En als ik zo'n pyjama broek wil kopen, rijden 5. Nou jongens, wat handig dit. En die teambroek. Oh, die nog steeds niet. Die had ook echt nooit veel punten. Oké, die nou rijden 4. Wat hebben we hier? Die broek. Oh nee, die vind ik eigenlijk niet zo leuk. Echt zo'n klusbroek. Gewoon een leuke rijbroek. Ik ga niet kopen, maar ik wil gewoon even kijken. Stel ik wil ooit een leuke rijbroek kopen. Deze vind ik wel grappig. Beige lentebroek. Rijden 5. Oké, ja, dat is mooi. En deze, zwarte sportbroek. Oeh, die is wel gaaf, want daar heb je echt zo'n hele outfit van.
Dan ben ik dus heel benieuwd of ik nou meer rijbroeken heb die nu ook rijden 5 hebben. Deze broek vind ik ook leuk. Ik heb nu letterlijk zo'n precies dezelfde broek aan. Alleen mijn riem is zwart. Bruine riem. Dat kan ik ook wel eens doen. Ik heb altijd een zwarte riem en zwarte broek. Wow! Wat is dit, joh? Wow, waarom zijn al die mensen hier? Wat gezellig. Hallo. Hallo. Ik ga nu naar de strikjes. Oh, zijn deze mensen allemaal voor mij? Oh, dat vind ik echt heel schattig. Ik ga ze achter de kassa staan. Kunnen ze me allemaal geld geven. Betalen! Afrekenen! Oké, nee. Niemand wil afrekenen bij mij. Oh, oké, wat leuk. Al deze mensen staan hier. Hallo, wat gezellig. Jongens, ze is ook maar een mens. Maar ja, snap, als je fan bent, heb liever niet dat er wordt gelogen dat ze er zou zijn. Ik ben er! Anna Elfbeker, ik ben er echt, ja. Oh, maar jongens, wat ik krijg heel vaak de laatste tijd een DM. Nou, heel vaak valt trouwens ook weer mee. Dat de mensen deed het zeggen op Star Stable dat ze mij zijn. En dat laatst ook een keer gehad dat iemand zei dat hij mij was op Star Stable. En die ging heel gemeen doen naar andere mensen. Dat is echt zo raar. Jongens, ik heb maar één account op Star Stable. Ik heb één extra account, maar die naam, die... Oh shit, waarom zeg ik dat nou? Nu gaan mensen alsnog doen. Ik ben het extra account van Zoe, haha. Hoe heet dat account ook alweer? Oh nee, shit, ik weet het niet meer. Maar ik heb maar één account waar ik altijd op zit en dat is Zoe Winston. En ik heb dus, ja, ik heb een... Oh nee, wacht, dat kan trouwens helemaal niet eens. Dat andere account waar ik het dus net over had, dat zit op een andere server, op een Duitse server. Dus, sorry, ik verslik me de tijd of zo. Als je een keer iemand ziet op Star Stable die zich voordoet als mij en zegt... Hey, ik ben Zoe Winston, ik ben een tweede account. Ha, hoi, ha, dan ben ik dat niet, oké? Ik heb één account, dat is Zoe Winston. En het andere account waar ik over heb en waar ik ook een video mee heb gemaakt... zit op een andere server, dus die zul je ook nooit tegenkomen. Die zit op een Duitse server of zoiets. En ook als er iemand zegt... Hoi, ik ben het broertje van Zoe. Of hoi, ik ben het zusje van Zoe. Hoi, ik ben het nichtje van Zoe. Nee, is allemaal niet waar, oké? Niet geloven. Eén account, Zoe Winston. Dat is de enige echte. En voor de rest is iedereen nep. Hartstikke nep. Dus als je een keer iemand zo tegenkomt, zeg je gewoon meteen van... Je hebt het nep. Je hebt het helemaal niet echt. En dan denkt hij, oh, oké. Okay. En wat doet deze man hier trouwens? Oh! Hij is weg. Hij is gewoon... Footsieba. Oké, we gaan even naar de strikken kijken. 12 minuten, oké. Ik moet niet al te lang doorgaan, want we gaan zo meteen nog naar het huis. Ga ik schilderen. Oké, het gekke kringloopwinkelverhaal. Nou, je gaat af en toe gaan wel eens naar de kringloopwinkel, dat is echt leuk. Nu waren we ook bij kringloopwinkel en hadden ze paardenspullen. Dat is ook een dekje voor 1,50. Een wit dekje, maar ik had al een wit dekje, dus ik dacht echt van... En hij was ook best wel groot. Ik denk echt maat full, maat paarden zo, dus nou, dat past niet. Maar dekje voor... Nee, 50 cent was die zelfs. Oh, waarom heb ik eigenlijk niet meegenomen? Dat is best wel handig. Had ik hem ook gewoon op stal kunnen neerleggen. Zo van jongens gebruikbaar. En ook een paardendeken voor 7,50. Alleen die was wel heel groot. En ook een beetje oud eigenlijk. En ik zie hier dus die strikken. Voor paarden. Alleen. Wat is dit? Een watermeloenstrik? Oh, dat is best wel grappig. Ik snap het niet helemaal. Want ik heb toen ooit die zwarte strik hier gekocht. Kijk, die zien jullie hier nu ook. Dus ik ging op winkelverhaal. Kom ik zo op terug, jongens. Deze zwarte strik, die heb ik toen gekocht voor 29 starcoins. Ja, 29 starcoins. En wat zien we hier? Zwarte strik Onyx. De zwarte strik Onyx geeft moed en de innerlijke kracht om zelfs de zwaarste uitdagingen aan te gaan. Het zal wel. Hij is gewoon precies hetzelfde. Ik heb het idee dat deze iets grijziger is. Ja, volgens mij wel. Deze is echt zwart. Zwart. Kan ik ook de kont van mijn paard zien, de bibs? Ja. Mijn rugzak weg. Dit is ook trouwens raar, hè? Er zit ineens hier zo'n ruimte. Nou, die staarstrik. Oké, ja, hij is wel iets anders van kleur. Hij is wat grijziger. Maar die kost gewoon 25 Jorvi shillingen en 25 starcoins. Dus die is gewoon veel goedkoper. En dan hebben we dus... strik hematiet. Hoe spreek je dat uit? Hematiet. Hematiet. Staartstrik hematiet. Deze strik zit vol aardse energie van de hematiet. Want het helpt het lichaam en de geest te focussen op de uitdagingen die voor ons liggen. Het hoofd te bieden. Voor ons, hè? Van de hematiet. Het helpt het lichaam en de geest te focussen om de uitdagingen die voor ons liggen. Het hoofd te bieden. Ik snap het niet. Oké, het zal wel. En een leuke citrien en onyx. Oh, er komt eens een ander paard. Maar die gele vind ik niet zo heel mooi. Oh, deze groene vind ik wel grappig. Maar ga ik daar maar geld... Oh, ik vind die grijs wel echt leuk. Maar ik heb niks met grijs. Dat is wel jammer. Hij heet wel hematiet. Heeft Star Stable wel gekeken naar die Nederlandse vertaling? Of spreek je het anders uit? Hematiet. Hematiet. Huh? Hematiet. He.
Matig. Nee. Hoe spreek je dat uit? Of spreek ik het gewoon, leg ik die klemtoon gewoon echt ergens helemaal verkeerd? Of is het gewoon echt zo slecht vertaald? Want dit staat wel echt heel raar. Storage table. Wel goede marketingreclame voor HEMA. En ja, maar... Oké, dat zijn dus die staarttrekken. Ik vind... Oh, wacht, ze hebben ook nog een blauwe. Oh, die vind ik op zich wel grappig, die blauwe. Maar heb ik iets met die kleur blauw? Volgens mij niet. Oké. Volgens mij niet, hematiet. Haha. Oké. Hey! Ik ga nu naar... Waar ga ik eigenlijk heen? Oké, ik heb nu de update van vandaag uitgecheckt, getest. Dat is wel kort, hè? Wel korte update. Maar daarom wil ik nu verder... Wow! Ze zijn synchroon aan het voetschapen met tegenbeen aan. Dat is toch echt heel cool. Maar ik ga nu dus verder met die storyquest. Want die vind ik elke keer super grappig. Elke keer gebeuren daar hele rare dingen. Dus ik ga die storyquest doen. Ik ga nu naar Nilmers Hoogland. Ik zit gewoon te huilen. Ik zit gewoon helemaal te trillen. Ben ik zo eng? Niet huilen. Niet huilen. Zet Smiley. Oké, we gaan weer naar de Nilmers Hoogland. Met al deze gezellige mensen. Het kringloopwinkelverhaal, jongens. Ik kom erop terug. Hoe lang heb ik nog? Oké, best wel. Ja, sorry dat ik op die tijd zit te letten. Maar ik heb niet zo super lang. Want we gaan zo naar het huis. Ik moet nog de thumbnail maken. De thumbnail kost eigenlijk altijd meer tijd dan die hele video. Dat is echt bizar. Maar wat ik dus wilde zeggen. We gingen dus naar de kringloopwinkel. We gaan vaker naar de kringloopwinkel. Dat is gewoon leuk. Oh ja, ik had het al gezegd. Hè, ja, dat ze daar paardenspullen hadden. Van een dekje van 50 cent. En toen op een gegeven moment stond ik bij de boeken. En ik had ook een heel leuk boek gevonden. Kennen jullie de serie 13 Reasons Why? En ik had daarvan de Engelse boekvertaling gevonden. Ik zag hem ineens staan. Ik dacht, hé, hey, die neem ik mee voor een euro. Dat doen we. En nou ja, toen had ik die dus. Heeft zij nou een club, die trotting... Oh, ik dacht trotting ponies, maar is trotting horses. Want mijn Instagram heet eerst trotting pony. Wat doen al die mensen trouwens? Kijk, tot opstaan. Start table, what you doing? Maar oké, okay, toen kwam er even een man aan en die zei... En ik zat ook in een marketingboek te lezen. Want ik volg een opleiding met communicatie en marketing. Dus ik kijk ook altijd bij de marketingboeken. Want misschien staan er wel leuke informatieve boeken. En ik vind het sowieso ook heel interessant. En toen zei een man, spannend hè? Dus ik zei, nou, dit is een marketingboek. Dus zo spannend is het niet. Oh, en toen begon hij een beetje een gesprekje of zo. En toen later was ik van, oké, doei. En toen, later kwam hij bij me terug. En toen vroeg hij van, je moet zeker binnenkort weer naar school hè? Dus ik zeg, ja, volgende week. Dan begint mijn opleiding. Oh, nog een week. Dus ja, maar mijn broertje die begint, die is deze week al begonnen. Ik lekker nog niet of zo zei. Ik weet niet precies hoe het ging. En op een gegeven moment vroeg hij, zei hij iets van, want ik verstond hem niet helemaal. Hij had ook, toen ik zei van ja, ik volg communicatie, zei hij, oh leuk, marketing en VPRO en de... Oh, ik stond trouwens ook nog bij de boeken te kijken over huisinrichting en zo. Of omdat we natuurlijk gaan verhuizen. En toen stond ik dus, zei hij dus van NOS en oh, VPRO, oh ja, daar kan je veel kant mee op en zo. Dus ik zei, ja, leuk inderdaad, ja, maar ik verstond het niet helemaal. Dus ik ging maar gewoon leuk maar lachen en meepraten. Altijd maar gewoon leuk lachen, jongens. Dat is de beste manier als je het niet verstaat. Behalve als ze zeggen dat ze doodgaan. Maar toen zei hij op een gegeven moment van... Ja, puntje, puntje, laser. Dus ik dacht meteen aan laser in een kerk of zo, zoiets. En toen zei hij van... Oh, mag ik even je hand kijken? En toen dacht ik, oké, prima. Ik weet niet wat er zo bijzonder is aan mijn hand. Maar oké, veel plezier. En toen had hij het over die lijn op je hand. Ik heb daar vaak wel Facebook post van gelezen. Van dat je dan een bepaalde lijn op je hand hebt. En daar is dan wat mee of zo. Ik heb twee lijnen die zo lopen. En dan heb ik een lijn die zeg maar een beetje spastisch is. Die compleet de andere kant op loopt. Oh, paard! Nee, blijf staan! En al die meisjes hier zijn nog steeds aan het opstaan. Wat is dit? Oh, dit is echt zo raar. Hier wil ik een foto van. Dit vind ik lachen. Dit ga ik sowieso als thumbnail doen. Dit is echt heel grappig. Kan toch niet? Maar over die man dus. Hè, dat hij dus mijn hand wilde lezen. En die lijnen dat hij daar dus wat over zei. Ik verstond niet echt wat hij zei. En toen op een gegeven moment pakte hij een steen uit zijn jas. Echt zo'n karaatsteen of zoiets. En toen deed hij boven mijn hand. En toen zei hij iets van, wacht, ik moet even de warmte voelen of zoiets. Ik weet niet precies. En toen ging hij dus mijn hand lezen blijkbaar. Blijkbaar was het dus een handlezer. En toen zei hij van, ja, ik zie veel verandering. En je gaat binnenkort ook verhuizen, zo zei hij. En wacht, ik moet hem even stilzetten hoor. En ik zie iets met een relatie. En er komt veel verandering aan of zo. En toen dacht ik van, verandering...
Weet ik wel, het zal wel. Verhuizing, ja, dat klopt. Maar hij heeft me waarschijnlijk zien lezen. Hij heeft me waarschijnlijk al een tijdje in de gaten gehouden. Omdat hij later nog een keer bij me terugkwam. En in de tussentijd stond ik natuurlijk bij die boeken te kijken. Voor het inrichten van je huis. Of het verbouwen van je huis. Zo. En die boeken stond te lezen en zo te kijken. Dus waarschijnlijk heeft hij dat gezien. Toen zei hij van, ja, ik zie dat je gaat verhuizen. Dus eerst dacht ik van, hoe weet hij dat? Maar hij heeft natuurlijk gewoon mij zien kijken in die boeken. Hij heeft mij in de gaten gehouden. En toen op een gegeven moment zei hij... Ook van, ja, je hebt dus een broer en je had ook nog een zusje kunnen hebben. Dus ik zeg zo, oké, nou gezellig. Dus later vertelde ik dit ook aan mijn moeder. Dus ze zegt zo, oh, nou, ik weet van niks hoor. En toen op een gegeven moment zei hij ook van, ja, er is ook iets raars met je huid. Het heeft een beetje eczeem of zo. Toen ik bijna zeg van, ja, kijk hier dan. Dat zijn puistjes, dat is geen eczeem. Dat zijn puistjes, dat kan ik zien ook. Ja, dat zie ik, hoef je me niet te vertellen. Maar dat valt wel mee trouwens. Het is niet zo heel erg meer als vroeger, gelukkig maar. Je ziet het trouwens niet op camera. Dat is wel echt een toppunt. Nee, het is een heel klein beetje. Maar het slaaptijd is het erger geworden. Omdat ik er wat meer aan zit. Elke keer met de verhuizing dan jeukt het heel erg. Want er komt allemaal stof tegenaan. Dus ga ik zo'n beetje krabben. En dan wordt het ietsjes erger. Dus het is wat erger geworden. Maar dat wordt wel weer minder straks natuurlijk. Maar het was zo raar. En toen zei hij op een gegeven moment, nou, oké, alsjeblieft. Ik zei, oké, leuk, dank u wel. Tot ziens, dag. En gewoon, oké, blijf uit mijn buurt. Dat was zo raar. Hij deed gewoon, ja, ik ben heel nuchter daarvoor. Dus wat hij zegt geloof ik toch niet. Of ik neem het toch met een korreltje zout. En al die mensen zijn dus trouwens nog steeds dit aan het doen. Maar het was zo raar. Want hij zegt er zo van, ja, en verandering. En nou ja, dat zal allemaal wel. En je gaat verhuizen. Maar hij heeft me gewoon in de gaten gehouden. En mij zitten bespieden toen ik dus in die boeken zat te kijken van wooninrichting. En ik zei het op een gegeven moment ook tegen moeder. Van kijk, leuke boeken voor ons nieuwe huis. Dus waarschijnlijk heeft hij dat gewoon ja, in de gaten gehouden en gehoord en zo. Maar dat was heel raar. Dus het was echt een hele gekke, rare ochtend. Dus ik was ook wel blij dat laat de Star Stable toch uiteindelijk deze, zodat ik dit hele verhaal kon vertellen. Maar ja, het was dus echt een hele, hele gekke, rare ochtend. Echt, zeg maar, dat zijn alleen van die dingen van handlezers en zo. Dat je alleen maar in programma's ziet van oplichters in het buitenland. Want dat programma kijk ik heel veel. Oplichters in het buitenland heb je heel veel van dat soort mensen die dan hand gaan lezen en zo. En die alleen maar in films ziet dat soort verhalen. Maar niet gewoon in een kringloopwinkeltje. Dat was zo raar. Maar dat was eventjes wat ik had beleefd deze ochtend. En ik heb niet zoveel tijd meer, want... Oh nee, ik heb niet zoveel tijd meer jongens, want ik moet eens helemaal naar de verlaten steenkring. En dat is zeg maar in the middle of nowhere in Veeldeel. Mag ik weer mijn geld gaan uitgeven aan al deze mensen, wat zijn ze toch aan het doen? Zo daar. Hoe kan dat? Want dan weet ik ook helemaal niet wat voor paarden die mensen hebben. Omdat ze gewoon continu aan het opstijgen zijn en dan vliegen ze er weer af. Super. Oh wacht, ik moet wel even zeggen waar ik heen ga. Ik ga naar de verlaten steenkring. In Veeldeel voor een missie. Hoop dat ik daar nog wat bijzonders tegenkom. Maar dat was echt heel raar. Oh, die codes, jongens. Oh, dan moet ik ook nog aan me zeggen. Oh, sorry. Als je dit nou kijkt voor die codes, heb je waarschijnlijk hele video lopen kijken van wat is hij weer voor raar figuur met de gekke handlezerverhalen. Ja, weet ik. Maar oké, nou ja, dit is dus al een behoorlijke tijd aan lang een code. En hij doet het nog steeds voor dus een gratis maandstrik en een gratis staartstrik. En ik wilde die al de hele tijd zeggen in een video, maar ik vergeet het de hele tijd. En ik zal hem eerst even laten zien. Kijk, dat is deze. Een regenboogstaarttrikje. En dat is super leuk, want dan kan je natuurlijk hartstikke leuk matchen met gewoon een zwart setje. Of gewoon, ja, wat je ook maar wil. Regenboog kan je natuurlijk met alles matchen. Maar ik vind dat het mooiste met gewoon met zwart of met wit. Kijk, dus ik heb dan dit zwarte setje en dan met regenboogkleurtjes daar zo. En dus ook een regenboog maanstrik. Alleen je ziet hem niet zo goed, omdat mijn paard dus van die lange manen heeft. Maar dan ga ik eventjes naar de paardenkapper. Want dan kan ik hem... Ik moet de hele tijd gekke hikjes laten. Ik heb de hik. Gekke hikjes. Even naar de paardenkapper, want dan kan ik hem wat beter laten zien. Nou, hier zie je dus die staartstrik. Een regenboogstaartstrik. Een regenboogkontje heeft ze nu. Honeypike. Ik zit trouwens weer op Honeypike. Ik was even een paard gewisseld, want ik zat op mijn nieuwe Shetlander. Alleen, daar zit ik al volgens mij 4 weken achter elkaar op. Dus ik was even... Waarom draait mijn paard rond? Blijf stilstaan. Dan kan ik het niet goed laten zien. Maar oké, die... Oh, wacht. Als hij nou van deze kant aankomt, moeten jullie heel gauw kijken. Kijk, daar ging die. Dat ging wel heel snel. Maar waarom graas jij? Niet graas. Oké, nu kunnen jullie dit zien, hè? Let op. Oh, je zakt heel snel. Ik was eigenlijk een beetje te laat. Haar, 19. Kijk, dat staat wel schattig, die staart. Of een maandstrik. Alleen die zie je dus niet zo goed nu. En... al deze mensen hier. Dit is zo raar. Hebben jullie dat ook? Ik heb het wel vaker gezien dat mensen zo gek opstaan. Maar niet dat het zo door blijft gaan. Maar ik zal het eventjes hier typen. Kijk, jullie zien daar mijn Instagram. Volg mijn Instagram.
Daar ja, aan die kant. Volg me op Instagram, zou ik het super leuk vinden. En vergeet ook zeker niet te abonneren hier beneden op mijn kanaal. Het klinkt een beetje alsof ik de outro aan het doen ben. Abonneer op mijn YouTube-kanaal, want dat is ook super leuk. Vind ik wel heel graag 20.000 abonnees halen dit jaar. En als ik dat haal, dan komt er waarschijnlijk een kleinere giveaway. Een iets kleinere winactie. En dan bij de 25.000 wil ik een grote winactie doen. En het heeft met slijg te maken. Ik zal in ieder geval iets verklappen. Het heeft of met Uraya slijg te maken, want dat wist jullie al. Of dat ik een paard van een kijker, de winnaar dus, ga narepainten en dan opstuur naar diegene. Snap je wat ik bedoel? Dus dat jullie dan gewoon een winactie, dat je je eigen paard, je echte verzorgpaard of lievelingspaard kan winnen als beeldje. En die maak ik dan voor jou, dus helemaal persoonlijk. En dan stuur ik die naar jou op. Dat is waarschijnlijk de winactie voor 25.000 abonnees. En dan voor 20.000 abonnees wat kleins. Maar dat laat ik nog wel eventjes weten en zo. Staartstrik. Rainbow... Bodil. Maanstrik. Rainbow. Rainbow Main, volgens mij. Volgens mij was het dit. Rainbow Till, Rainbow Main. Als het niet klopt, laat het eventjes weten in de comments. Ze doen het sowieso nog, want ik heb het net nog uitgetest. En daarom heb ik hem nu ook. Sorry jongens, ik ren weer weg. En waarom huilt iedereen? Ben ik zo lelijk? Er valt toch ook weer mee, hoop ik? Of is het echt zo? Oké, daar gaan we weer. Maar ja, dat was dus mijn ochtend. Het was een hele rare ochtend. Ik kon dus eigenlijk al om 10 uur opnemen. Wat betekent dat de video om 12 uur online had gekomen geweest zijn geworden. Maar nu komt hij waarschijnlijk online om 2 uur, half 3 of zo. Dus nou, het zal wel. Abonneer op mijn kanaal, zou ik super leuk vinden. Ga ik richting de 20.000 abonnees. En als je bent geabonneerd op mijn kanaal, nu, als ik zeg, dan krijg je, en je laat het weten in de comments. Als je zegt van, ik ben... nu geabonneerd op je kanaal. En je laat het weten in de comments. Dan geef je jouw comment een hartje. Dus als je wilt dat ik jouw comment een hartje geef. Doe dan een duimpje. Nee, abonneer dan op mijn kanaal. Jongens, ik kom helemaal niet bij mijn woorden. Volgens mij heb ik alles al 20 miljoen keer herhaald. En oh ja, zaterdag komt er ook een video online. Ik heb meegedaan aan het Soester Gilde Volkspaardenfeest. Iets. Ik kwam er ook twee kijkers tegen. Of nou ja, eentje. En die vroegen mij. Ben je zo in Winterzon? Dus ik zeg ja. En ze zei oké, maar mijn nichtje gelooft me niet. Die had dus een nichtje die niet geloofde dat ik het echt wel was. Maar hoor, ik was het echt. En hoe dat ging op het Gilde. Op het Gilde Volkspaardenfeest. Het was een soort van... oh. Het was een soort van wedstrijd. Best gaand rijpaard. Ik weet niet of jullie dat kennen. Als je het niet weet, ik leg het zaterdag ook allemaal uit in de video. Maar het ging niet helemaal zoals verwacht. En het ging echt niet zoals verwacht. Het was echt heel, heel, heel raar. Het was... ja, dan moet je de video van aankomende zaterdag maar eventjes bekijken. Die komt dan om 12 uur online. En ik wil ook weer veel wat meer gaan vloggen, want dat doe ik nou. Ik upload niet meer zoveel op maandag nu. Maar straks begint ook school weer en ik weet mijn rooster nog niet. Dus ik wil even kijken, stel ik heb nou een heel rustig rooster. En ik heb nou niet zo super veel te doen of zo. Dan, ja, waarschijnlijk heb ik wel heel veel te doen. Dan ga ik weer wat meer vloggen. Maar het ligt echt puur eventjes aan school. Moet je de boeken Evergrey rennen? Evergrey! Ik heb geen zin meer. Ik vind deze missies... Ik snap het niet. Nu, Concorde wordt vastgehouden. Nee, zit Concorde in het circus? Concorde is toch dat gekke veulen? Zoek het oude dagboek van Evergreen op de boekenplank en lees meer. Oude dagboek. Oké, okay. Ja. Oude dagboek, oké. Okay. Oké. Ik hoef vooral deze onzin niet te lezen. Ik wil alleen de waited. De, oh, wow. Oh, er zijn echt heel veel boekenkasten. Deze boeken... boeken zijn geschreven in het runisch alfabet. Weet ik veel. Wat is runisch? Ik denk aan deze, want het woordenboek moest ik ook niet hebben. Ja, dat is het dagboek. Yes. Gevonden. Hier heb je het dagboek. Doei, fijne dag ermee. Doeg! Ik ben verkouden volgens mij. Zo, oké. Okay, boei. Doei. Het zal wel. Oh! Wordt vervolgd. Maar er stond toch al dat ik weer de volgende missie kon doen? Of is die nou... een idee voor Bonnie. Oh nee, een idee voor Bonnie. Dat is hem inderdaad. Oh shit, al die meiden die zien mij nu helemaal niet. Oh, dat vind ik echt gemeen. Sorry jongens, dat was niet mijn bedoeling. Maar, oh nee, ga weg. Oh, het is hier allemaal licht nu. Wow, dat wist ik niet. Oh, dit is echt zo cool. Wow, dit wist ik helemaal niet. Wisten jullie dat dit kon? Als je op die fotomodus drukt, dan wordt het hier dus blijkbaar helemaal cool roze. Wow, dit wist ik helemaal niet, joh. Ik ga je even gewoon een foto maken, want ik schoon het niet eens. Dus wil je een coole foto met je paard in het roze... wat gebeurt er nou als ik dit doe? Oh ja, kijk, dan wordt het zoals normaal. Wow. Oh, je kan natuurlijk ook gewoon inderdaad gewoon op de fotomodus... had ik het ook gewoon al lang kunnen doen. Maar nu kan je gewoon zeg maar ook... wat de flip? Oh.
gebruik de fotomodus en maak een selfie in de geheime strekking. Oh, wauw. Ik wist niet eens dat ik dat echt zeg maar kon doen. Maar oké, zo ziet het er nou uit. Prima, leuk, hartstikke gezellig hier. En ik ga gauw weer terug. Want ik moet hem zo ook online gooien. En ik moet gauw naar het nieuwe huis. We gaan schilderen. Weer schilderen. Vorige week heb ik dat ook gedaan. En nu weer gaan we weer schilderen. Tijd en ruimte. Spanning en sensatie. Nou, dit was dan denk ik de video. Ik hoop dat jullie een hele leuke video vonden. Was het zo doen, eventjes een blauw duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren hier beneden op mijn kanaal. Want dat zou ik super, 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 super leuk vinden. Duimpje omhoog. En zie ik jullie heel graag weer terug in de volgende video. Doeg!